Ik ben Nandi van Beurden en ik speel in het ensemble van Was getekend Annie M.G. Schmid. En daar ben ik de understudy van jonge Annie en de vocal coach voor de kinderen in de voorstelling. Was getekend Annie M.G. Schmid gaat over, of in ieder geval vanuit mijn perspectief, over een zoon die eindelijk alle vragen kan stellen aan zijn moeder die hij nooit heeft kunnen stellen of nooit heeft durven stellen. Om de rol die zijn moeder in zijn leven heeft gespeeld, om dat een plek te kunnen geven. Als ik binnenkom in het theater, dan zet ik eerst altijd mijn eigen spulletjes neer en probeer ik zo snel mogelijk de make-up te doen. Ga ik vrijwel meteen door naar de kap en griem, waar Valerie mijn haar doet en de zendera vast doorheen doet. En totdat de kleine Annie binnenkomt, zodat we daarmee een vocale warming-up kunnen doen. Ik heb vanaf het moment van mijn opleiding al een methodisch zijpad gevolgd. Voor mij stond het in teken van de kinderstem. Producties bij kinderen die hier professioneel, maar met heel veel plezier aan meedoen. Om die deze begeleiding te geven. En tot nu toe heb ik dat bij de voorstellingen die ik heb mogen doen ook iedere keer kunnen toepassen. Voor de coaching van kinderen in een voorstelling is het van belang dat het niet te technisch wordt. Alles wat we aan tips en tricks geven zijn zowel algemeen van belang, maar vooral van toepassing op wat ze in de show doen. Dan heb je het inderdaad over de buikademhaling, een ontspanning in het lijf, een goede articulatie en de goede energie. Met het circus de wereld door. Dat ze vooral wat ze aan het doen zijn op het podium, dat dat natuurlijk blijft, dat het geen aangeleerd kunstje wordt. Het is een hele pure naturelle rol en daar moeten we geen popzangeres van maken of daar geen operazangeres van maken. Belangrijk is dat zij in openheid, in plezier daar op het podium staan. Omdat ik natuurlijk niet alleen vocal coach ben, maar ook zelf in de productie speel, is het heel grappig om eerst de voorbereiding met de kleine Annie te hebben en daarna zelf het kostuum aan te trekken en tegelijkertijd in dezelfde scène te zitten of in hetzelfde nummer. En het is heel gaaf om dat iedere avond weer te zien. Dat je een tip hebt meegegeven en dat ze dan 's avonds op het podium staan en denk je, hè, yes, ze doen het.